Interruptie van de heer Baudet, Forum voor Democratie. Dank u wel. Ik vroeg me af over de opkomstdrempel. Hè? Dus er moet een bepaalde hoeveelheid mensen opkomen en tegenstemmen voor een geldige uitslag. Weet de heer Sneller wat de hoeveelheid tegenstemmers moet zijn bij een opkomst zoals die was bij het Oekraïne-referendum van ongeveer 30%? Hoeveel procent van de mensen moet dan vanuit de huidige Tweede Kamerverkiezingsopkomst berekend tegenstemmen voor een geldige uitslag? Weet hij dat? Ja, Sneller. Ik heb die rekensom niet gemaakt, maar dat is een heel hoog aantal bij zo'n opkomst. Het is, overigens wel 130%. Ja, ja. 130% is onmogelijk. Ja. Eerst Sneller. Ja. Het is wel, laten we niet opkomstdrempel en uitkomstdrempel steeds op één hoop gooien. Dat hebben we in de eerste lezing, hebben we die spraakverwarring, toen had u dat in een interruptiedebat met collega Van der Graaf. De opkomstdrempel is hoeveel mensen moeten er gaan stemmen, waardoor er ook mensen die voor de wet zijn thuis blijven. Laten we juist ook koesteren dat de staatscommissie de suggestie heeft gedaan om daar een uitkomstdrempel van te maken, zodat het voor iedereen de moeite waard is om te gaan stemmen en juist ook voor iedereen van belang is om te gaan stemmen. Heer Baudet. Nee, maar ik kijk gewoon naar de wettekst zoals die voor ons ligt. Ja, daar staat wat in Baudet. Ja, maar ik heb het ook over de uitkomstdrempel. Dus de helft van de totale hoeveelheid mensen die is opkomen dagen bij de vorige algemene Tweede Kamerverkiezingen moet tegenstemmen. Dat wil dus zeggen dat als je dus meestal heb je gemiddeld heb je ongeveer 80% opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen. De helft daarvan is ongeveer 40%. Als je dus een opkomst hebt van 30%, wat een hele normale opkomst is voor referenda. Als je kijkt naar Zwitserland, dat is een gemiddelde opkomst voor referenda. Dan moet je dus 130% van de totale opkomst moet tegenstemmen. Dat kan niet. Bij 40% opkomst moet 100% tegenstemmen. Deze uitkomstdrempel maakt dit referendum effectief volkomen vleugellam. De heer Sneller. Nou, zo pessimistisch ben ik niet. Maar ik heb hier nog wel een stukje ook over. Want ik voelde wel ook de behoefte om over die eerste lezing en die uitkomstdrempel en dat amendement wat extra's te zeggen. De collega's Efraim en Van Nispen gingen er ook op in. Ja, de heer Baudet. Het is niet zo van, maar ik heb er straks in mijn spreektekst nog wat over. Dit is gewoon, ik leg dit aan de heer Sneller voor. Die uitkomstdrempel is een castratie van dit referendum. Het kan niet meer functioneren op deze manier. Het is een fopspeen geworden. Het is een Judasstreek. Het is het einde van het referendum gemaskeerd als er moet draagvlak zijn. 130% tegen is onmogelijk. Dat kan niet. Ik geef het woord weer aan de heer Sneller om hierop te reageren. Ja. Dan ook heel formeel. Ik hoor geen vraag. En de heer Baudet heeft de vorige periode voor dit wetsvoorstel gestemd. Heer Baudet heeft de vorige periode voor dit wetsvoorstel gestemd. Dat is een argument, vindt u? Dat vindt u een argument? De heer Sneller en graag via de voorzitter. De heer Sneller. Nee, er is geen vraag gesteld. Ik zeg alleen, als hij het zo slecht vindt, waarom heeft hij er dan voor gestemd? Net als ik. Ik probeer nu te gaan uitleggen waarom ik dat amendement gesteund heb. Tot slot, de heer Baudet. Ik stel hier de vragen. Ik stel een vraag aan de heer Sneller. Kan hij uitleggen, hij wist het niet, dat als je een opkomst hebt van 30%, wat een hele normale opkomst is bij een referendum, dat je dan 130% tegenstemmers nodig hebt. Maar kan hij dan uitleggen hoe hij in vredesnaam zich voor zich ziet dat dit referendum, zoals het nu voor ons ligt, voor het amendement dat bij de vorige lezing is ingediend overigens, dat hoe dat nu voor ons ligt, hoe dat in vredesnaam zou kunnen functioneren. Want 130% nee-stemmers bij een opkomst van 30% kan niet. Heer Sneller. Dus is het zaak om te zorgen voor een hoge opkomst. En dat zorgt er ook voor dat het echt leeft. Als het echt leeft, dan is het een instrument in handen van de bevolking om te zeggen, dit kan echt niet. En daarom komen ze naar de stembus. Ja, tot slot. Een ander voorbeeld geven. Het opkomst over de opkomst bij de Europese grondwet, bij het referendum over de Europese grondwet, dat was in 2005, zoals u weet, was om en nabij de 63%, zoiets. Dus boven de 60%, zou je zeggen, hele hoge opkomst. 2/3 van de Nederlandse bevolking zei nee tegen de Europese grondwet. Maar volgens dit referendumvoorstel, volgens deze uitkomstdrempel, zou dat onvoldoende zijn voor een geldige uitslag, omdat je om en nabij 68% nodig had gehad om die 40%, dus de 50%, de helft van de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen te halen. Dus het is gewoon onhaalbaar. Het is een fopspeen. Het gaat nooit werken. U vraagt, reageer er eens op.
De heer Sneller. Ik ben minder pessimistisch. En ik denk dat het beter is om dit referendum te hebben dan geen referendum. En dat was de keuze die voor ons lag. En dat is volgens mij nog steeds de keuze die voor ons ligt.